Op de gevel van het nieuwe gemeentehuis in Almkerk is inmiddels het logo van de vorige eigenaar, de Rabobank, verwijderd. Daarvoor in de plaats werd vandaag het logo van de nieuwe gemeente Altena onthuld. Een logo wat de nieuwe gemeente uitbeeldt. We zien een driehoek. We zien de geografie van de omgeving, de ligging eigenlijk, hè, het eiland. We zien natuurlijk de drie kleuren die hier zo symbool staan voor deze omgeving. We zien een grote eenheid, de eenheid van de gemeente die het nu moet symboliseren natuurlijk. En wat je volgens ons ook ziet is een enorme stroming, een enorme bedrijvigheid die deze regio representeert. Trots dat het nu zo groot te zien is? Ja, het is echt gaaf. Ik kan niet anders zeggen. Het is echt heel gaaf om het zo groot hier op de muur te zien. We hebben er bijna een jaar aan gewerkt en om dan stap voor stap al die kleine huisstijluitingen te kunnen zien is al gaaf. Maar dat die dan hier 5x4 of hoe groot is die op de muur hangt, is echt geweldig. Gaat u hier na 1 januari met enige trots als u langskomt toch nog wel naar kijken? Ja, ik zal dat zeker met trots doen, want we hebben met elkaar in de afgelopen 3 jaar heel hard gewerkt om dit uiteindelijk te kunnen bereiken. Als eerste stap van de nieuwe gemeente Altena. Maar aan de andere kant, als ik langs zal rijden en naar het logo kijk, zal er ook wel iets van weemoed bij mij opkomen. Ongetwijfeld, want ik heb met drie jaar heel veel plezier gewerkt aan de fusie. En met name natuurlijk voor de gemeenschap van de gemeente Werkendam. Een van uw laatste handelingen als burgemeester, u gaat het missen. Ja, ik ga het zeker missen. Dit is mijn laatste officiële handeling als voorzitter van de werkgroep huisvesting. En dat is dan een uitermate mooi resultaat. Althans, mooi resultaat dat we het hebben bereikt. Maar ook als je tegen de gevel kijkt, vind ik ook een heel mooi resultaat als je als beeld dat mag waarnemen. En mag ik u vragen wat het nieuwe jaar u dan gaat brengen? Allereerst wat rust. En dan gaan we verder wel kijken, en ik heb het al eerder gezegd, ik hou niet zo van stilzitten. Dus ik ga kijken wat er op mijn pad komt. Maar dat is eerst na kerst en na nieuwjaar verder kijken. Maar eerst even deze vakantie genieten.